Ja, It Gets Better is de naam van een nieuwe campagne van het COC Limburg om acceptatie van homoseksualiteit te vergroten. Onder andere Onno Hoes en Sharon Walgraven, Jacques Vinders en ook Errol Ustang, die deden mee aan deze campagne in een gemaakte filmpje. Kijk even mee. Nou ja, toen heb ik even later de keukenmat van dichtbij gezien. En mijn vader heeft toen een week of zes helemaal niet meer tegen me gesproken. Nou, het is eng omdat het voor mezelf was het van, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Omdat ik al behoorlijk gepest werd vanwege van alles. Of vanwege mijn haar of donkere huidskleur, weet ik veel wat. Of dat ik best wel klein ben eigenlijk. Laat mensen vooral praten, maar blijf echt jezelf. Blijf heel dicht bij jezelf. Ben trots op jezelf. Well, gay is fun. Het is ook gewoon leuk om homo te zijn. Het is een hele andere wereld die je er gewoon bij krijgt. Maar pak hem niet exclusief. Zorg ook dat je in de normale wereld, in de rest van de wereld, gewoon meedoet. Want afzonderen is het slechtste wat je kunt doen. Maar pak wel die subcultuur van homo zijn erbij, want dat geeft het leven extra glans. Ja, de normale wereld van Onno Hoes, Gerrit-Jan Meulenbelt, bestuurslid COC Limburg, hartelijk welkom. En Errol Ustan, architect, ook hartelijk welkom. Ja. We hebben toch maar één wereld. Is dit nodig? Is deze campagne nu nog steeds nodig? Nou, we hebben het vanmiddag vooral over lente. En ik denk eigenlijk dat ook de filmpjes eigenlijk een beetje lente laten zien. In die zin dat de aanleiding is misschien niet zo leuk, maar de filmpjes willen vooral laten zien dat coming-out verhalen, homoseksuele jongeren kijken heel erg altijd op tegen hun coming-out. Maar uiteindelijk laten de filmpjes zien dat het eigenlijk toch wel meevalt met die coming-out. Als je die stap eenmaal hebt gezet, dan kun je weer tot een normale wereld gaan behoren. Terwijl je daarvoor het gevoel hebt, ik ben anders. Terwijl 10% van de mensen is homoseksueel, dus waar hebben we het over? Waar hebben we het over? Errol, jij hebt er ervaring mee. Er is ooit een moment. Ja. Je hebt ook een voorbeeldfunctie in dit filmpje, denk ik dan. Ze vragen jou toch wel om te vertellen hoe het voor jou was. Hoe was het voor jou? Ja, hoe was het voor mij? Het heeft 4 jaar lang geduurd voordat ik het zelf geaccepteerd heb. Dus dat die periode. En als je het eenmaal geaccepteerd hebt, dan wil je dat andere mensen het ook accepteren. En naarmate je ouder wordt, ontdek je dat de wereld gewoon de wereld is. En dat we met z'n allen gewoon in deze wereld wonen. Dat je gewoon fun moet maken. En dat heeft niet specifiek te maken dat je homoseksueel bent of wat anders. Je moet gewoon zorgen dat je je kwaliteiten kan gebruiken, op welke wijze dan ook. En dat je een toevallig homoseksueel bent, dat is voor mij een bijzaak. Voor mij was die acceptatie heel snel en heel makkelijk, omdat ik familie en vrienden had die het zonder problemen geaccepteerd hebben. En daardoor ervaar je het makkelijker en kun je makkelijker de dingen doen en kun je studeren en werken. En dan kom je in een leeftijd en in een fase dat je denkt van oké, ik hoef niet meer geaccepteerd te worden. Ik ben wat ik ben. Ik ben Errol, met alles erop en eraan. Hè, goede kant en slechte kant. Ja. En klaar. En vind je mij niet leuk of je wil me niet accepteren, het zij zo. Dus, ja, maar dat hoeft niet met homoseksualiteit te maken. Nee, helemaal niet. Nee. Maar als het is bijna 10 jaar geleden, 1 april 2001, werd officieel mogelijk voor homoseksuelen om te trouwen voor de wet. We zijn 10 jaar verder. Wij denken, met een heleboel mensen denk ik van, nou ja, het is gewoon geregeld en klaar. Ja. En dan komt er weer zo'n hele nieuwe campagne. Ja. Is de wereld veranderd? Ik denk op zich, dat homohuwelijk heeft natuurlijk ook een hele lange aanloop gehad. En 40 jaar geleden was homoseksualiteit ook nog niet geaccepteerd. Dus maar we hebben die fase toch gehad. Ja, ik dacht dat zelf ook een aantal jaren geleden, moet ik heel eerlijk zeggen. Hè. Ik bedoel, het roze plafond kennen we ook niet meer. Homo's zitten op invloedrijke posities in de samenleving. En toch, er broeit iets in die samenleving van alles wat anders is. De vraag, je belde mij vanmorgen op van wil je bij mij in de show komen? Nou, natuurlijk, klaar, vriendinnetje, prima en zo. Maar het is toch sociaal geaccepteerd, zei jij. Toen dacht ik, heb ik een beste vriend van mij opgebeld. Hij zei, wij zijn sociaal geaccepteerd. Denk ik, maar toch zit het me niet lekker. En wat is het nou? Het punt tweeledig. Enerzijds is gewoon dat ik heb geen enkele moeite met het feit dat ik homoseksueel ben. Ik ben er gewoon dagelijks niet mee bezig. Ik ben gewoon niet mee bezig. Maar ik word elke dag eraan herinnerd dat ik het ben. Elke dag. Door anderen? Door anderen. Ik ben zoals ik ben. En soms heb ik een hoog stemmetje omdat ik enthousiast ben. Ik word dan nagedacht. Mijn god, zus zijn die samen, jeetje, trut. En weet je, dat soort opmerkingen worden terloops en worden gewoon continu worden die verteld. Ik kan dat tegen. Ik heb daar een soort. Ik vind dat prima zo. Hè, klaar, maar natuurlijk. Ik denk, waarom doen mensen dat zo? We zijn homoseksueel. Snap je? Dat is een issue. En twee is dat je merkt in de maatschappij dat het verandert, de jeugd verandert. Ik ben van Turkse afkomst. Je merkt dat het is een andere generatie. Dat de jeugd daar toch op een andere manier
weer mee omgaat. En dat vind ik wel beangstigend. Als ik vrienden heb die letterlijk aan het Amstelpark wonen, hè, in Amsterdam, een grote villa, heel rijk zijn. Heeft er natuurlijk niks mee te maken, maar als je aan Vondelpark ben je toevallig, ja, dan kun je dat permitteren. Zijn al op leeftijd, liepen vroeger gewoon s'avonds hand in hand door het Vondelpark. Geen enkel probleem met hun twee poeners. En durven dat nu dus gewoon niet want, meer. Want? Is er dan geweld? Omdat er geweld is. Omdat ze, omdat er, hoe zeg je dat, afgetroggeld wordt, geslagen wordt, het hele gebeuren. En dan, dat beangstigt mij dan. Ja, het, wordt van, ook, het is ook wel een hot item op allerlei televisies. Ja, anders ik laten we wil even dat kijken wel naar, nuanceren, hoor. Wacht, laten we eerst even kijken naar Paul de Leeuw en de Madi Wordoe Vrijdagshow. Wat is die meer, hè? Mijn naam is Martijn Gijsbertsen en ik ben hier om een oproep te plaatsen voor een fotoproject waar ik aan werk op dit moment. En voor dat project ben ik op zoek naar mannen en vooral ook vrouwen die te maken hebben gehad met homo-gerelateerd geweld. Nou, we zagen het net op televisie net hier. Nou ja, ik zag het ja, ik schrok ervan. Maar je wil een fotoreportage maken met slachtoffers van homo-gerelateerd geweld? Nou, een fotoserie, ja. En daarmee wil ik eigenlijk aandacht vragen voor dat onderwerp. Het is toch best wel moeilijk om mensen te vinden die willen meewerken, het is toch een soort taboe. Hoeveel hebben we er nu gevonden dan? 5 en misschien 6, maar heel moeizaam en bijna alleen maar mannen. Er is een taboe, maar het gebeurt. Geweld ja, tegen mensen. Dat is de nuance die ik eigenlijk wilde aanbrengen. In die zin, er wordt meer aangifte gedaan, dat weten we ook. Dus we weten niet of het enorm is toegenomen of dat er gewoon makkelijker aangifte wordt gedaan. En het feit dat er dus makkelijker aangifte wordt gedaan, geeft wel aan dat ja, het taboe waarover in de Madiwodi show wordt gesproken, eigenlijk toch wel meevalt. We weten gewoon dat het aantal meldingen groter is. Hebben jullie er ervaring mee? Met meer geweld? Errol, heb jij ervaring met geweld? Nee, persoonlijk gelukkig nog niet. Ja. Nee. Maar ik vraag het bek, ja. Klein van steun. Ik persoonlijk gelukkig nog niet. Nee, nog nooit wat dat betreft. Nee. Nee, ja, ik ken er ook uit dat mensen wel eens schelden. Ja, schelden. En dan maak je je dan boos over, maar ik voel me niet, een niet snel bedreigd af, in die zin. Ja. Maar dat heeft denk ik ook te maken met hoe je zelf in je vel zit. Daar zijn die filmpjes ook voor bedoeld, om jongeren in ieder geval goed in hun vel te zetten. Want dat het helemaal niet uitmaakt of je homo bent of niet. En nou, dat je dan jongeren, hartstikke leuk leven kunt ja, hebben, ja, dat je succes kunt hebben. We kijken even naar beelden van Goede Tijden, Slechte Tijden, als we het hebben over de jongeren. Ja. Dit is een scène uit Goede Tijden, Slechte Tijden, enorm populair bij jonge pubers, tieners. En hier zijn twee mensen, ik denk het is gewoon een mooie, integere scène. Hier zijn enorm veel, echt buiten proporties veel reacties op geweest. Ja, van mensen die zeggen van, dit wil ik helemaal niet zien en dit is vies. En maar dit is nog nooit vertoond op de Nederlandse tv, hè? Nou, dus daarom, L1 had het al een paar jaar geleden een hemel nee, maar niet op deze manier. Maar en dat is de schok zeg maar, van het nieuwe, denk ik ook. Maar wat staat de schok aan dan? Ja, wat is dat? Nou, dat is misschien hetzelfde als punt. Overal waar liefde aan te pas komt, overal waar je met liefde te maken hebt, dat is toch mooi? En of het nou maakt er niet uit met hoe of wat. Daar gaat nou heb ik een hele moderne oma, maar ik zou me voor kunnen stellen dat mijn oma zou zeggen, nou, hier heb ik moeite mee. Oh, schijt maar wel. De jeugd van tegenwoordig. De eerste keer, maar misschien als we dat vaker zien, dat mensen er ook aan gewend raken. Ja, dit is ook een beetje onbekend maakt onbemind, hè? Ja, dat precies. Geldt voor jongeren maar het heeft ook. Er niks met leeftijd te maken, toch, daarin? Nee, dat heeft niet. Nee, precies. Ja. Nee. En dat geldt voor jongeren ook. Jongeren zijn inderdaad over het algemeen, dat blijkt uit onderzoek, meer negatief dan positief over homoseksualiteit. En dat is vooral ook omdat ze weinig weet hebben van, wat gaat er in die wereld om? Ja, daarom heb je meegedaan aan deze campagne. Nou, en daarom is het goed om te laten zien, denk ik, dat er een aantal bekende Limburgers daaraan meedoen, zodat ze kunnen laten zien van, god, wij gaan gewoon. Ik heb gewoon een hartstikke leuk leven. Ja. Ik heb net de hond uitgelaten en ik heb het super druk met mijn werk. En ik heb vrienden en familie en ik moet de vuilnis eigenlijk naar buiten zetten. En dat doen. Maar ik heb gewoon een heel leuk leven. Ja, ik heb gewoon een super leuk leven. En nogmaals, ik ben er niet mee bezig. Dus, even nou, Huub, je bent regelmatig in Afrika. Ja. Homoseksualiteit in Afrika, hoe is dat? Ja. Nooit ontmoet. Nee? Problematisch, nee, dat weten we. Maar is het er niet of wordt er niet over gesproken? Nou, ik heb het er nooit met iemand over gehad in Afrika. En ik
het zien nou dan ook niet. Nee. Maar zelfs als het er was, al waren er optochten, ik vind dat maar prima. Ja, hier benader je mensen toch ook niet, zeg meneer Hoogsweger, bent u toevallig homoseksueel? Nou, ja. Er zijn allemaal mensen. Dat weten we, Afrika is tamelijk problematisch. Niet ja, problematisch hoor. Iemand, hoe is het in Turkije? Je bent van Turkse afkomst. Nou, daar is het wat milder, maar laat even helder zijn in Afrikaanse landen. Ik bedoel, Nederland is gewoon een heel mooi en goed land om in te mogen wonen. Laat dat even voorop staan. Ja, je mag hier trouwen, je mag hier alles en de wet geregeld. Maar ga niet als homoseksueel in Afrika het een en ander gaan doen in bepaalde landen. Want dat is echt niet veilig hoor, met alle respect. Laat het erop houden. Uiteindelijk een mooi land hier. Voor u, de uitzending zit erop. Goedemiddag Limburg. Morgen is onder andere Sanne Samina Hans hier. Zij speelt een grote rol, of een van de hoofdrollen in het Huis van Anubis. En komt uit Limburg. Tot morgen.